Dit jaar is het mogelijk om wel 3 nachten bij volle maan in het helderste maanlicht te baden. Omdat, zoals NASA heeft gemeld, de aarde in de zomer van 2014 zelfs 3 maal in het schijnsel van een supermaan wordt gehuld. Zaterdagnacht de 12e juli was de eerste keer dat we het glorieuze licht van zo'n reusachtige volle maan konden meemaken. De komende 10 augustus is er sprake van nog feller maanlicht. Dan zal de maan dichter bij de aarde staan dan elke dag van het jaar. Op 9 september is de laatste kans om te genieten van de spectaculaire supermaan in dit jaar. Mits het onbewolkt is natuurlijk. Van een supermaan is sprake als onze vertrouwde satelliet dichter bij de aarde staat dan normaal. In haar elliptische omloopbaan komt ze dan tot ongeveer 360.000 kilometer dicht bij de aarde. Dat zijn bijna 50.000 kilometer minder dan op het verste punt, waardoor de maan in haar volle glorie wel 15% groter lijkt. Bovendien kan ze wel 30% meer licht reflecteren dan op andere nachten. Velen dachten zeker dat dit maar 1 keer per jaar ging gebeuren, maar dit jaar weten we dankzij NASA beter. Vooral aan de evenaar, of als de maan laag aan de hemel staat, is het een onvergetelijk moment om onze maan dan zoveel groter en feller dan normaal tussen de huizen of bomen te zien schijnen aan de vertrouwde avondhemel. Bang hoeft men bij een supermaan niet te zijn. Ofschoon een maan wel effect heeft op de kracht van de getijden, zijn verdere invloeden niet bekend. Neem dus bij een onbewolkte hemel op 10 augustus en 9 september de kans waar om deze zomer nog eens goed naar de supermaan te kijken, want daarna duurt het weer een jaar voordat we dit prachtige natuurfenomeen opnieuw kunnen bewonderen.